De eerste afgestudeerden voor de geaccrediteerde bacheloropleidingen scheikunde en wiskunde hebben vanmiddag hun bul ontvangen. De opleidingen vallen onder de faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen, FWNW, van de Anton de Kom Universiteit. Volgens Shanti Venetiaan, decaan van de faculteit, is deze geaccrediteerde opleiding heel klein begonnen met 40 studenten. 15 van hen zijn echter na het eerste jaar vertrokken. Waarom zijn we er? Ik vergelijk onze faculteit met de kolibrie. De vraag is dan, wat is de felle bosbrand? De felle bosbrand is de situatie van de exacte vakken in Suriname. Vergrijzing, achteruitgang van niveau, oppervlakkigheid, desinteresse, gebrek aan deskundigen, noem maar op. Waarom zijn wij er dan? We doen ons deel. Er wordt verbaasd naar ons gekeken. Zo van, waarom hosselen jullie zo? Je kan liever die paar studenten met een beurs wegsturen en dan ben je minder geld kwijt. Wat ga je in jouw kleinheid tot stand kunnen brengen? Wat zal jouw druppeltje uitmaken tegen die brand? Ons antwoord hierop is, we doen ons deel. Alles begint met één. Nadat ze hun bul in ontvangst hadden genomen, spraken de afgestudeerden de aanwezigen toe. De eerste afgestudeerde voor scheikunde, Shruti Somai, gaf aan waarom ze voor die opleiding heeft gekozen. Darianne Louisville, de afgestudeerde voor wiskunde, vindt het een eer dat zij als eerste deze titel mag dragen. Mijn inspiratie om deze opleiding te doen kwam na een infosessie die werd verzorgd door de decaan en de RC van scheikunde toen ik in de laatste klas van het VWO zat. Alhoewel mijn keus een bewuste was, begon ik met enige twijfels aan de opleiding, omdat ik het gevoel had dat de eerste groep waartoe ik behoorde, maybe, als proefkonijn gebruikt zou worden en kennelijk ik een chaotische situatie zou aantreffen vanwege het gebrek aan ervaring. Maar dat is echt een gevoel van mij geweest. Dit is een significant moment voor ons, voor de faculteit, voor de Anton de Kom Universiteit en voor Suriname. We hoeven nu niet meer naar het buitenland te gaan voor wis- en natuurkundige wetenschappen. Nu kunnen we wiskundigen, scheikundigen, natuurkundigen en biologen afleveren, allemaal mede in Suriname. En dit zou natuurlijk niet mogelijk zijn geweest zonder het hele team achter de opstart van de FWNW, het faculteitsbestuur en alle docenten en medewerkers. Dus hartelijk dank voor jullie. En het was geen eenvoudige weg, maar als het makkelijk was, was iedereen wiskundige of scheikundige. Anything worth having is worth fighting for, toch? Dat was Darianne Louisville, de eerste afgestudeerde voor wiskunde, en daarvoor Shruti Somai, de afgestudeerde voor scheikunde, vanmiddag na het in ontvangst nemen van hun bul. De buluitreiking vond plaats in de University Guesthouse aan de Leisweg.